Festival Merwede Leeft, dat is een festival bedoeld om eigenlijk alle organisaties en ondernemers in dit gebied wat meer gezicht te geven. We hebben de skatehal die skateles gaat geven, het circus gaat circusles geven, rondleidingen door de Vechtclub XL, de broedplaats, rondleidingen door het hele gebied. Het is een distributiegebied dat aan het transformeren is naar een woon-werk-recreatiegebied. En wij willen eigenlijk die transformatie laten zien. Dus door dat festival waar al die ondernemers zichtbaar zijn, maar ook door fysieke aanpassingen te brengen die het gebied wandelbaarder maken en fietsbaarder. Vanaf hier is het ook goed te zien. Kijk, het pad daalt af het gebied in. En skaters die gebruiken dat om direct de skatehal in te gaan. En in het midden vormt zich een meer skateobject. Dus we hebben samen gedacht van hoe kan je het functioneel maken voor fietsers en voor skaters. Maar ook zeg maar leuk maken. Max die helpt ons van het skatepark om dan toch een goed object te krijgen. De details maken het verschil eigenlijk. Ik wil zo min mogelijk wrijving als het ware, dat je zo soepel mogelijk overheen kan rijden. Want skaterwielen zijn heel hard, dus je voelt alles van de grond. We proberen toch alles in overleg te doen. We kunnen natuurlijk wel van tevoren onze lijnen bepalen, maar ja, hebben we eenmaal een stuk erin, dan kan het net weer even de aansluiting weer anders uitkomen. Ik denk dat we nog wel morgen bezig zijn, als ik het zo bekijk. Bij de hut verderop hebben we veel gebruik gemaakt van het fietspunt die hier tegenover zit. En hebben we gevraagd om binnenbanden en om zadels en sturen. En hebben we een soort van speelattributen van willen maken. Dus, en door die materialen krijg je weer dat het hutje anders functioneert. Eigenlijk is een beetje het idee dat het als een soort pop-up dorp ook ontstaat. Het is in samenwerking met de HKU gegaan. We hebben een seminar gegeven voor de HKU. Met die groep studenten was het eigenlijk van, nou, we hebben dat materiaal. En dat restmateriaal, sloopmateriaal, limiteert het altijd een beetje in de vrijheid die je hebt. Er komen poppetjes in de boom te hangen. Ja, precies dat. Precies dat, eigenlijk ja, overal. Zie je het als iets wat je als kind ook graag zou willen doen? Dat je interactie wil zoeken met de boom, erin gaat klimmen, erin gaat spelen. Het zijn een soort van zitobjecten en dit is eigenlijk ook, we zien dat het eigenlijk zelf ook bijna voor als een soort van boot, een soort van bootachtig iets, waar je in kan zitten en in kan spelen, zeg maar. Nou, gewoon een soort speeltuin, het is eigenlijk een soort speeltuin. En hier staan ook al een soort mannetjes op, hier ook, dit is een soort van poort hebben gebouwd. Je ziet ook dat het hier langs het Merwedekanaal heel leeft. En in infrastructuur wordt dit ook een ontmoetingsplek. Je ziet dat dit pad hier langs het Merwedekanaal wordt echt gebruikt als hoofdfietspad eigenlijk van de stad naar Nieuwegein. En van iedereen die daartussen woont. En door eigenlijk dit aan te leggen vergroot je die loop daarheen. En vergroot je ook die zichtbaarheid van die recreatieve route. Wat ons idee eigenlijk ook is dat het ontstaat vanuit het gebied zelf. Dus dat je het niet specifiek gelijk oplegt, maar dat je de mensen en de gebruikers en de eigenaren, dat je die een plek geeft in die ontwikkeling.